De uitvinders van de verbrandingsmotor zouden een moderne auto wellicht niet herkennen, maar wat ze wel zouden zien is dat de moderne motor een rechtstreekse afstammeling is van hun creaties. Hoewel de basisprincipes van de verbrandingsmotor grotendeels onveranderd zijn, is het vermogen en het rendement in de afgelopen 100 jaar dankzij allerlei verfijningen steeds verder toegenomen. De meeste motoren zijn opgebouwd rond een ijzeren cilinderblok. In dit cilinderblok bevinden zich de zuigers die door de krachten die bij de verbranding vrijkomen op en neer worden bewogen. Het cilinderblok is een ingewikkeld stuk gietwerk met een groot aantal kanalen en boringen voor het transport van koelvloeistof en smeerolie. De krukas, die de beweging van de zuigers uiteindelijk overbrengt naar de wielen, is met lager kappen en bouten aan de onderzijde van het cilinderblok gemonteerd. Van de krukas en de precisie waarmee die vervaardigd is, zorgen ervoor dat de krukas met een hoog toerental kan draaien zonder daarbij in onbalans te raken. Onbalans leidt tot ernstige trillingen. Zuigers zijn er in vele uitvoeringen. Allemaal zijn ze met de grootst mogelijke precisie vervaardigd, zodat ze nauwkeurig in hun boringen passen. Net als de drijfstangen zijn ze bestand tegen hoge temperaturen, hoge belasting en slijtage. De drijfstangen zijn zodanig op de krukas gemonteerd dat deze laatste vrij rond kan draaien als de zuiger zich in de cilinder op en neer beweegt. Maar hoe komt het dat de zuiger op en neer gaat en de krukas draait? Moderne motoren hebben altijd meerdere zuigers, maar voor dit moment beperken we ons tot één zuiger. Als de zuiger naar beneden gaat, wordt er een mengsel van lucht en brandstof aangezogen. Als de zuiger daarna weer omhoog beweegt, wordt dit mengsel gecomprimeerd en verhit. Een vonk ontsteekt het mengsel, waardoor het verbrandt en uitzet. En door deze uitzetting beweegt de zuiger naar beneden. Zodra de zuiger weer omhoog gaat, worden de verbrandingsgassen uit de cilinder gedrukt. Deze krachtige verbranding vindt plaats in het hart van iedere verbrandingsmotor. We noemen dit het viertaktproces naar de vier fases: aanzuigen, comprimeren, ontbranden en afvoeren. Moderne motoren hebben echter niet maar één cilinder met één zuiger, maar vier. Iedere zuiger is voorzien van zuigerveren die voor een luchtdichte afsluiting tussen zuiger en cilinderwand moeten zorgen. De noodzaak hiertoe komt later aan de orde. Iedere zuiger is op dezelfde manier met behulp van een drijfstang aan de krukas gemonteerd. Aan het eind van de krukas is een vliegwiel gemonteerd. De massatraagheid van dit vliegwiel zorgt ervoor dat de krukas ook bij lage toerentallen soepel ronddraait. In het algemeen zorgt het vliegwiel tevens voor de demping van eventuele trillingen. De vier zuigers gaan paarsgewijs naar boven en naar beneden. Als boven een van de twee zuigers verbranding plaatsvindt, wordt hij samen met zijn compagnon naar beneden gedrukt en gaat het andere paar naar boven. Dit eendrachtige samenwerken van de zuigers resulteert in een krachtige en soepele draaiende beweging van de krukas. De volgorde waarin de verbranding plaatsvindt, de ontstekingsvolgorde, lijkt willekeurig. Maar hij is in werkelijkheid zodanig berekend dat de krachten op de krukas gelijkmatig verdeeld worden, zodat trillingen voorkomen worden. Iedere verbranding boven een paar zuigers zorgt ervoor dat dit paar naar beneden geduwd wordt, waardoor de krukas een halve omwenteling maakt.
De verbranding boven een van de twee andere zuigers dwingt dat paar naar beneden, waardoor de krukas nogmaals een halve omwenteling maakt. En dit proces herhaalt zich keer op keer. Tot hier is de moderne motor zeker herkenbaar voor de oorspronkelijke uitvinders. De verbranding boven de zuigers moet in een afgesloten kamer plaatsvinden. Anders zou het merendeel van de uitzettende gassen de lucht ingaan in plaats van de zuiger naar beneden te drukken. Deze afgesloten kamers, de verbrandingskamers, worden gevormd door de cilinderkop. Het is duidelijk dat een kale cilinderkop geen gasdichte afdichting vormt. In iedere verbrandingskamer bevinden zich 5 gaten. Het middelste gat is voor de bougie. De andere gaten zijn voor de kleppen. Langs 1 of 2 inlaatkleppen wordt het luchtbrandstofmengsel de verbrandingskamer ingevoerd, terwijl na de verbranding de verbrandingsgassen langs 1 of 2 uitlaatkleppen weer worden afgevoerd. Iedere klep wordt dichtgedrukt door een klepveer, die op zijn beurt weer op zijn plaats wordt gehouden door een veerschotel en een paar klepspietjes. Boven de klep bevindt zich de klepstoter, waar we later nog op terug zullen komen. Alle inlaatkleppen en uitlaatkleppen worden op dezelfde manier op hun plaats gehouden. Als alle bougies en kleppen gemonteerd zijn, zijn alle gaten in de cilinderkop op een effectieve manier afgedicht. Een pakking zorgt voor een gasdichte afdichting tussen cilinderblok en cilinderkop. Daarna wordt de cilinderkop met bouten op het cilinderblok gemonteerd. Doordat de zuigerveren zorgen voor de afdichting tussen zuigers en cilinders, de kleppen en de bougies voor de afdichting in de cilinderkop en de pakking voor de afdichting tussen kop en blok, is iedere verbrandingskamer luchtdicht. Maar hoe komt het luchtbrandstofmengsel binnen en hoe worden de uitlaatgassen afgevoerd? Het is duidelijk dat hiertoe de kleppen moeten worden geopend en gesloten. Hiervoor zorgt een andere draaiende as, de nokkenas, of wat steeds vaker voorkomt, 2 nokkenassen. 1 voor de inlaatkleppen en 1 voor de uitlaatkleppen. Iedere nokkenas wordt op zijn plaats gehouden door lagerkappen die met bouten op de cilinderkop bevestigd zijn en die ervoor zorgen dat de nokkenassen kunnen ronddraaien. Aan het eind van iedere nokkenas bevindt zich een groot tandwiel. Met behulp van deze tandwielen kunnen de nokkenassen door de krukas worden aangedreven. De belangrijke verbinding tussen krukas en nokkenassen wordt gevormd door een getande riem, de distributieriem. Als de krukas draait, draaien de nokkenassen ook. De nokken op de nokkenassen drukken telkens 2 klepstoters naar beneden, waardoor de kleppen gedurende een bepaalde tijd geopend zijn, alvorens ze door de klepveren weer gesloten worden. Het is duidelijk dat het openen en sluiten van ieder paar kleppen ten opzichte van de bewegende zuiger op het juiste moment plaats moet vinden, de belangrijke taak van de distributieriem. Als we ons voorstellen dat we de zuiger zijn, zien we dat de inlaatkleppen opengaan om het luchtbrandstofmengsel de verbrandingskamer binnen te laten, dat ze tijdens de compressie en verbranding gesloten zijn en dat de uitlaatkleppen opengaan om de uitlaatgassen af te voeren. Duidelijk is nu waarom dit proces van aanzuigen, comprimeren, ontbranden en afvoeren het viertakproces genoemd wordt. Op ieder moment is elk van de 4 zuigers met 1 van deze fasen bezig. Zoals we in het volgende deel zullen zien, houdt het echter niet in dat een viertaktmotor noodzakelijkerwijs over 4 zuigers hoeft te beschikken. Het kunnen er meer zijn of minder.